Goedenavond allemaal. Het is inmiddels 8 uur geweest, dus ik denk de hoogste tijd om te gaan starten. Namens de werkgroep Communicatie en KLN heet ik u van harte welkom op deze expertmeeting. Dit is de laatste keer voor de zomervakantie dat we dit doen. En vanavond is Kasper Faunafood in samenwerking met Black & White Educatief Centrum Kleine Huisdieren onze host. Maar voordat we starten met het onderwerp voer voor konijnen en knaagdieren en ik het woord geef aan Gerard Egberink, nog een aantal huishoudelijke mededelingen. Vragen die er zijn, die kunt u aan het einde van de meeting stellen. Om allerlei bijgeluiden en ruis te voorkomen vragen we u om tijdens de hele meeting dan de microfoon uit te zetten, behalve dus als u wat wil vragen. En de expertmeeting wordt dus opgenomen en in licht bewerkte vorm op YouTube geplaatst. Als u niet in beeld wilt, adviseren we u om de camera dus ook gedurende de hele meeting uit te laten. Nou, dan rest me niks anders dan Gerard Egberink het woord te geven en u een hele informatieve expertmeeting toe te wensen. Goedenavond. Allemaal hartelijk welkom bij deze expertmeeting, de laatste van dit voorjaar, zomer, zeg maar voor het zomerreces. Ik zal me even voorstellen, ik ben Gerard Egberink, vertegenwoordiger bij Arie Blok, onder andere 34 jaar werkzaam voor het merk Kasper Faunafood. Wij zullen vanavond jullie iets gaan vertellen over konijnen en knaagdieren en dat gaan we samen doen met Thijs Overduin. Goedenavond, we hadden even een klein oponthoud, een kleine storing. Dat is natuurlijk de technische apparatuur, die laat ons af en toe in de steek, maar het kan ook aan ons zeil liggen en ik denk dat het laatste het geval is. Even voorstellen, ik ben Gerard Egberink, vertegenwoordiger bij Arie Blok. Ben onder andere 34 jaar werkzaam voor het merk Kasper Faunafood. Kasper Faunafood in het kort even, dat is het merk van Arie Blok. Wij brengen een breed assortiment hoogwaardige producten op de markt voor een grote diversiteit van dieren. In principe is het een slogan van diervoeding van muis tot olifant. Er zijn een aantal ontwikkelingen geweest vorig jaar bij Arie Blok. We hebben per 1 december onze fabriek GMO-vrij. Dat betekent dat we niet gemodificeerde grondstoffen verwerken. Ik denk dat we daar toch een flinke stap mee hebben gemaakt. Dus onze producten zijn standaardvrij van GMO's. Duurzaamheid staat ook hoog bij ons in het vaandel. Wij verwerken onder andere geen palmolie in de fabriek. Alle granen en graanbijproducten zijn afkomstig uit Europese landen. We zijn nu ook gestart met een project om met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot te produceren. Wat op dit moment natuurlijk toch wel erg belangrijk en hot is wat betreft ons klimaat. Daarnaast wil ik hier ook nog even noemen dat wij vol trots kunnen noemen dat wij al 28 jaar lang de hoofdsponsor zijn van de grootste kleindiertentoonstelling in Nederland. Dat is de dierenparade Noordshow, waar een zeer grote diversiteit aan dieren is. Waar men dan in principe ook van diervoeding tot allerlei soorten dieren kan bewonderen. Ik zou u ook graag uitnodigen om begin januari 2022, als alles mee zit, deze show te bezoeken. En die wordt dan nu verplaatst van Assen naar Hardenberg. Ik ga nu even het woord geven, ik denk dat Thijs de man is die wat deze presentatie kan doen. Dus bij deze Thijs geef ik het woord aan jou en ik hoop dat jullie met elkaar ervan genieten en veel ervaring op kunnen doen. En mogen er vragen zijn, die kunt u achteraf stellen. Nou, goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Leuk dat jullie allemaal kijken. Mijn naam is Thijs Overduin, ik ben getrouwd met Irene. En vele aantal van jullie zullen mij ongetwijfeld herkennen van tentoonstellingen. Want daar begon het ooit allemaal mee, met het houden van kleindieren en bezoeken van tentoonstellingen. Verschillende diersoorten hebben wij gefokt en aan tentoonstellingen mee deelgenomen. Uiteindelijk hebben wij een eigen bedrijf opgericht waar wij van allerlei dingen doen op het gebied van kleine huisdieren voornamelijk. Onder andere doen wij diervoedingonderzoek. In dit geval is het makkelijk te zeggen, maar dat is in opdracht van Kasper Faunafood. Kijken hoe het konijnenvoer smaakt voor het konijn en hoe de opname daarvan is. We vangen dieren op die in beslag genomen zijn voor de overheid. Een aantal dieren van ons kan je regelmatig terugzien in verschillende televisieprogramma's. Wij doen een educatie op scholen en kinderdagverblijven. Dus dat is echt van kuikens op een kinderdagverblijf tot het geven van lessen over raskonijnen of raskippen op mbo-dierhouderijopleidingen. We fokken daar veel, dus er zit ons klein stukje verkoop bij, geen hoofddoel. Maar altijd wel een mooi moment om, om als er nieuwe huisdieren-eigenaar komen, mensen bewust te maken van wat er allemaal bij komt kijken bij het houden van huisdieren. Verder zijn wij niet heel grootschalig, maar wel, ondertussen misschien wel, actief met de export van konijnen. Zo zijn er gisteren nog een aantal naar Israël gegaan via ons. En kunnen stagiaires van mbo-beroepsopleidingen stage lopen bij ons en een uiteindelijk praktijkdiploma halen. En wij organiseren vakwedstrijden voor het mbo, waarin de Nederlands kampioenschap dierverzorger eigenlijk uitgemaakt wordt. Wij doen het samen met World Skills Netherlands. En een aantal, vorig jaar hebben jullie wellicht een stuk kunnen lezen in het Klein Dier Magazine hierover. En eigenlijk proberen we met het schrijven en het maken van die opdrachten altijd toch echt wel de professionele kleindierenhouderij naar voren te brengen in de finale opdrachten die een aantal dagen duren. Goed, vandaag gaan we het over konijnen en knaagdieren hebben. We beginnen eigenlijk met konijnen en eigenlijk ook weer met knaagdieren. Want wat is nou het grootste verschil tussen konijnen en knaagdieren? We kunnen er heel veel opnoemen. Maar er is één echt verschil wat het echt verschillend maakt. Want het zijn allebei zoogdieren. Maar het grootste en eigenlijk het enigste verschil tussen konijnen en knaagdieren is dat het konijn anders gebouwd is. Met andere woorden, het konijn heeft stifttanden en de knaagdieren niet. En die stifttanden die zie je achter de boventanden. Dat zijn eigenlijk twee hele kleine tandjes die je bij goed onderzoek kan zien, maar niet heel snel zal zien. De konijnen draaien de kaak om het voer te kunnen verscheuren, klein te maken. En de knaagdier snijdt meer, en waardoor ook de tanden daarvan afsluiten, want die blijven wel doorgroeien. Net zoals bij een konijn. Dus dat is eigenlijk het enige en echt grootste verschil tussen konijn en knaagdier. Sommigen zeggen van een konijn is een nestblijver en een knaagdier niet. Maar binnen de groep knaagdieren die heel groot is, zitten daar ook heel veel verschillen bij. En dat zie je terug. Ze behoren nog tot dezelfde klasse, de klasse zoogdieren. Voor iedereen wel bekend, maar in de orde gaan ze al apart. En heb je hazen en konijnen en de orde knaagdieren. En uiteindelijk tot die orde knaagdieren hebben we naar schatting 2300 soorten. Maar die zijn lang nog niet allemaal ontdekt. En ongetwijfeld zijn er al een aantal van die 2300 weer wel uitgestorven. En binnen de groep knaagdieren, als we de voeding hebben, hebben we drie verschillende voedingspatronen. We hebben herbivoren bij de knaagdieren, omnivoren en carnivoren. En carnivoren zal niet heel veel bekend zijn. Dat zijn er in verhouding ook maar heel weinig die dus uitsluitend vlees eten. En het grootste gedeelte van de knaagdier is omnivoor en een iets kleiner gedeelte is herbivoor. En echt een heel klein gedeelte is zelfs carnivoor. Dus binnen de groep knaagdieren zie je ook hele duidelijke verschillende voedingspatronen. We willen het een klein stukje over vertering van het konijn. En de vertering die begint eigenlijk al bij het eten van voedsel. De snijtanden delen de grote stukken voer. En die snijden, maken het klein in kleinere stukjes. Uiteindelijk malen de kiezen het helemaal fijn. En worden de enzymen toegevoegd samen met speeksel. En belandt het voedsel in de slokdarm om vervolgens naar de maag te gaan. Nou, die maag speelt een belangrijke rol in het verteringsproces. Hier wordt zoutzuur aangevoerd, waardoor de vertering op gang gebracht wordt. En in tegenstelling tot de meeste zoogdieren is, noemen we bij een konijn een stopmaag. Dat is een maag die eigenlijk heel weinig bespierd is. Dus de maag die zet het voedsel zelf eigenlijk niet door. Dus met andere woorden, een konijn moet eigenlijk altijd blijven eten om die maag aan de gang te houden. Op het moment dat een konijn stopt met eten, dan stopt de maag ook met werken. En dus vandaar dat hij echt altijd moet blijven eten om die maag eigenlijk aan de gang te houden. Dus ja, dus hij moet eigenlijk altijd blijven eten. En dat hoeven natuurlijk maar hele kleine hoeveelheden te zijn, maar hij moet continu in beweging zijn. Dus naast de konijnenkorrels of het gemengde konijnenvoer ja, moet je dus eigenlijk ook zorgen voor altijd hooi aanwezig, onbeperkt. Nou, vanuit die maag gaat de voeding uiteindelijk naar die 12-vingerige darm. En dat is onderdeel van de dunne darm. En daar nou wordt de zuurgraad van het voedsel verminderd. En wordt een deel van de voedingsstoffen opgesplitst. Welke uiteindelijk via de darmwand in de bloedbaan terechtkomen. En dan komt het mooiste stuk, of het bijzonderste stukje eigenlijk van de voeding. Bij de blinde darm. Daar, ja, die is heel groot in vergelijking met andere zoogdieren. En daarin komt het voedsel terecht wat niet verteerd is. En wat uiteindelijk weer door het dier zelf opgenomen wordt. En in vergelijking met wilde konijnen. Zij eten dus direct uit de anus hun voedsel weer op. Wat via de blinde darm eruit gekomen is. En het verschil met wilde konijnen is het tijdstip dat zij dat doen. En bij de tamme konijnen doen ze dat voornamelijk in de ochtend. En is het daarom van belang om de dieren 's avonds te voeren. Zodat ja, de meest rijke voedingsstoffen in die blinde darmmes zitten. Zodat ze die optimaal kunnen benutten. De spijsvertering is dus eigenlijk te snel om alle voedingsstoffen eruit te halen. Nou, een ander deel van de voedingsstoffen die gaan wel gewoon direct naar de dikke darm. En uiteindelijk ja, via de endeldarm, waar de keutels gevormd worden, als keutel ja, via de anus het lichaam verlaten. Als je het over rantsoen hebt, dan hebben we natuurlijk de verschillende maten konijnen. Variërend van dwergrassen tot de grote rassen met de bijbehorende kilo's. En een richtlijn is ongeveer 20 gram voer per kilo lichaamsgewicht per dag. Maar dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de conditie van het dier en het stadia van het dier. Is een dier draagdag, zit een dier buiten in extreme kou, dan heeft het al gauw meer voer nodig in vergelijking met een dier wat weinig doet, geen productie heeft. Dus het is altijd wel voeren naar gelang de conditie van het dier. En niet zozeer van kijk op de verpakking, wat er staat op 20 gram per dag. Oké, dus dat zal dan wel goed zijn. 20 gram per kilo lichaamsgewicht per dag is wel een hele mooie richtlijn, wat wel gemiddeld is. Nou, dan hebben we een stukje over de Kasper Faunafood konijnenvoeders. En daar geef ik het woord graag weer even aan Gerard. Daar was ik even weer terug. Ik doe het gedeelte even over de konijnenvoeders. Je ziet hier onderin ook een stempeltje coming soon. Dus ik ga je iets vertellen wat eigenlijk voor de buitenwereld als nu volkomen nieuw is. Wij zijn bezig om onze verpakkingen aan te passen. Er komen nieuwe verpakkingen, 2 nieuwe producten. Dat is een konijnenkorrel fit en een konijnenkorrel junior. Deze voeders worden gewijzigd qua samenstelling. En we komen ook met een gemengd konijnenvoer en een konijnenmusli met een verbeterde samenstelling. Dit zal medio eind kwartaal 4 dit jaar instromen. Dus ga nog niet nu naar uw dealer of uw dierenspeciaalzaak toe. Want het is er nog niet. We zijn daar nu mee bezig. De ontwikkeling wat betreft de producten is in principe afgerond. We zijn nu bezig om de verpakkingen af te ronden. En hopen dan inderdaad eind kwartaal 4 dit jaar dit te kunnen doen. Nou, konijnenkorrelfit, dat wordt dan een complete korrel voor fok- en showkonijnen, geschikt voor alle leeftijden, voor ondersteuning van de vruchtbaarheid en goede fokprestaties. Het bevat speciale vezels die bijdragen aan een normale, gezonde spijsvertering. Bevat ook kruidenextracten, de Fauna Bio Balance, voor ondersteuning voor de darmgezondheid. Konijnenkorrel junior, de naam zegt het natuurlijk al, die is uitermate geschikt voor jonge konijnen vanaf het spenen tot een leeftijd van circa 26 weken. Wel afhankelijk van het ras wat u hebt, maar dat neem ik aan dat het duidelijk en begrijpelijk is. Bevat speciale vezels ook weer, die bijdragen aan een gezonde en goede spijsvertering voor de dieren. Bevat ook het kruidenextract van een biobalance, zeg maar, ter ondersteuning van de darmflora. Gemengd konijnenvoer met groenten. Nou, het is een vertrouwd product, gemengd konijnenvoer van ons, met rode wortelen. Dit heeft een nieuwe naam gekregen. Daar worden ook een aantal groenten aan toegevoegd. En een stukje zwortels, erwtenvlokken en johannesbrood. De konijnenmuesli, die hebben wij ook eens weer flink onder de loep genomen. Die is rijk aan goed verteerbare ontsloten granen en rijk aan gezonde vezels. Wat met name voor uw konijn natuurlijk zeer belangrijk is, wat Thijs net ook al noemde. Verrijkt met groenten zoals stukjes wortels. Erwtenvlokken zoals ik net noemde. Ook de lucernenstengels, met name de lucernenstengels, dragen bij aan een normale slijtage, ook van de tanden, en voor een gezond gebit voor uw konijn. Bevat omega-3 vetzuren voor een gezonde huid en een glanzende vacht. Nou, hier wordt het nog even samengevat dan weer. Een nieuwe samenstelling assortiment konijnenvoeders Kasper Faunafood. Met de nieuwe producten erbij genoemd dan. De Kuni 100, een konijnenopfokkorrel wat met name in de sportfokkerij dus gebruikt wordt, mensen die tentoonstellingsgericht zijn. De konijnenkorrel junior, wat iets beter toepasbaar is voor mensen die wat 3, 4, 5 konijnen thuis houden en daar wat beter mee om kunnen gaan. Dan krijgen we een konijnenkorrel hobby. Dat eigenlijk voor eigenlijk elk konijn geschikt is, afhankelijk van welk doel u ermee wilt bereiken. Heb je grotere rassen, zul je misschien eerder naar de konijnenkorrel sport gaan. En de naam zegt het al, sport, dat is ook een product met een hoge energiewaarde. En daarnaast komt dan het nieuwe product, de konijnenkorrel fit. Dan gaan we naar de gemengde konijnenvoeders. We hebben dan het gemengd konijnenvoer zoals we dat kenden, maar dan nu met een aanvulling van extra groenten. We hebben een konijnenmuesli met een verbeterde samenstelling en we hebben een konijnenknaagmix. Nou, dan komen we even op het etiketten van de konijnenvoeders. Ik zie dat etiket is wel heel moeilijk leesbaar, maar dat is ook op de zakken zo. Dat kan niet anders. Wij moeten wettelijk zoveel tekst vermelden. Ja, je hebt beperkte ruimte, dus ik neem aan dat iedereen zo'n label kent. Wij voldoen wat betreft onze diervoeders aan de voedingsbehoeften van de dieren. We werken met een minimale en een maximale hoeveelheid. Wat betreft de gehaltes, de exacte hoeveelheid wordt op elk etiket vermeld. Dan wordt hier ook nog even gruisvorming aangehaald. Wij testen onze korrels voordat ze dus verpakt worden in de 20 of in de 4 kilo verpakkingen. Eerst op hardheid en slijtvastheid. Voor het afzakken worden ze nogmaals gezeefd. Het geeft niet 100% de garantie dat er niet heel iets stofgruis in zit. Dat heeft te maken met, ze komen op de vrachtwagen, ze worden weer afgeladen, ze komen in handen van mensen die wat hem weer in de winkel leggen. U pakt hem op, legt hem achter in de auto. Dus elke transportbeweging heeft toch invloed op het product en zou het product licht kunnen beschadigen. Maar het moet door de minimale hoeveelheid zijn. Eventueel vragen, die kunnen we kunnen behandelen. Ja, gewoon die. Jij bent nu? Ik geef nu het woord even weer aan Thijs. Ja, aangekomen bij het stukje knaagdieren. De knaagdieren, dat is de grootste diergroep binnen de klasse van de zoogdieren. En zoals eerder al gezegd, naar schatting 2300 verschillende soorten zijn er binnen deze groep. Het is een veelgehouden huisdier. In Nederland worden er ongeveer 800.000 knaagdieren als huisdier gehouden. En staan daarmee op plaats 7 en 8 als je de aquariumvissen niet meetelt. Want ja, een aquariumvissenhouder heeft er al heel veel meer dan een liefhebber die een aantal knaagdieren als huisdier heeft. We gaan heel even kort door de knaagdier heen waar de voeding voor geschikt is. De degelhoen, een cavia-achtig knaagdier wat van oorsprong uit Chili komt, leeft daar in hele grote groepen. Heeft een plantaardige voeding. En zijn overdag erg actief. Ze leven op dorre vlaktes waar ze echt weinig te eten hebben. Dus ze hebben ook echt een weinig voorzichtige voeding nodig met veel vezels en weinig vocht en weinig suiker. Als goed recept is de voeding voor de degelhoen dan ook echt een chinchillakorrel aangevuld met onbeperkt hooi. En dat mag eigenlijk relatief oud hooi zijn, omdat ze echt die vezels heel erg belangrijk zijn. Voor de chinchilla geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Komt uit Andes, een heel bijzonder diertje. Is eeuwenlang op gejaagd, zijn in het wild nu bijna uitgestorven. Zijn natuurlijk heel lang gehouden in West-Europa voor de pels. Dat gebeurt niet tot nauwelijks meer. Die heeft eigenlijk hetzelfde, volledig plantaardig dieet en een hele gevoelige spijsvertering. De chinchillakorrel is geschikt, het is een pelletkorrel. En per dier, per dag kan je ongeveer een richtlijn van 20 gram aanhouden. Nou, dit is het voordeel van de chinchilla, net zoals voor veel andere knaagdieren, dat zij zich niet zo snel over zullen eten. Dus geef je wat meer, dan zal het hooguit wat oud worden en misschien vies. Maar ze zullen niet te snel te vet worden van een basiskorrel als de chinchillakorrel. Binnen de groep dwerghamsters, die vatten we kort samen. Dat zijn dwerghamsters, de Russische dwerghamster, zoals afgebeeld op de foto ook. Dat zal een van de bekende zijn. Daarnaast hebben we nog de Campelli, de Roborovski en de Chinese dwerghamster, die allemaal als huisdier gehouden worden. De een wat tammer dan de ander, de een wat leuker, wat attractiever om naar te kijken. Maar allemaal een dierlijk dieet. Die dieet is dan weliswaar grotendeels plantaardig, maar ze hebben echt wel dierlijke eiwitten nodig in de vorm van ofwel gedroogde insecten of ei als toevoeging op het voer. Nou, geschikt voer voor deze knaagdieren kan dan ook zijn een konijnen-knaagmix, dat is een gemengd voeding, en een knaagdierenkorrel. De Syrische hamster, het grote broertje, ook wel bekend onder de naam goudhamster. De grootste hamstersoort die wij als mensen eigenlijk als huisdier houden. Weegt ook ongeveer 2 tot 3 keer zoveel als een gemiddelde dwerghamster. Kan wat tammer worden, dus wat dat betreft. En door het formaat wat meer geschikt voor kinderen, omdat ze net iets meer kunnen hebben daarvoor. Het dieet is eigenlijk een beetje hetzelfde wel als de kleinere dwerghamsters. Grotendeels plantaardig, maar wel dierlijke eiwitten. Dus ook hiervoor geldt een konijnen-knaagmix of een gemengd knaagdierenvoer. Voor de knaagdierenkorrel is een geschikte voeding daarvoor. Nou, wat een hamster natuurlijk al gauw doet, is het voerbakje is leeg. En dan starten we even het filmpje ietsje verder. Het voerbakje is leeg, dus we geven hem wat meer voer. En dit filmpje kan je heel goed zien wat er gebeurt en wat een hamster doet. Want het woord hamster is er niet voor niks. En begin van de coronacrisis hebben wij als mensen dat een beetje overgenomen, was toen de tijd in de media te zien. Door ook flink te gaan hamsteren bij een welbekende supermarktketen. En hier zie je heel goed hoe die hamster dat doet. Hij pakt echt die blokken voer in zijn wangzak, om vervolgens naar een veilige schuilplek te brengen. Nou, die wangzak, daarvoor wordt geen slijm aan toegevoegd of geen speeksel. Dus dat voer blijft in dezelfde conditie als waarin het was. Die huid is elastisch en die kan wel tot 3 keer oprekken. Als die geen voer in zijn wangzak heeft, dan zie je niks eigenlijk hangen aan zakken of iets dergelijks. Maar je ziet hier hoeveel daarin gaat, zeker op deze röntgenbeelden. dat hij enorme hoeveelheden voer kan verplaatsen. Ja, zij doen dat natuurlijk omdat zij leefden en leven nog steeds in, ook in koude gebieden, waarin het echt belangrijk is om voer te verzamelen en op te sparen voor de periodes dat er minder te eten is. Nou, een hamster in gevangenschap doet dat nog steeds, want ja, ze hebben in 9 van 10 gevallen vaak een leuk huisje of een leuke schuilgelegenheid in het verblijf staan. En nou, daar zou je na goed onderzoek over het algemeen nog heel veel voer ontdekken in de schuilplekjes van de hamster. Nou, de gerbils zijn eigenlijk de laatste kleine knaagdieren die ook wel veelal als huisdier gehouden worden. Komen voornamelijk uit de steppengebieden, de droge gebieden, waar eigenlijk nou ja, bijna geen leven mogelijk is. Zij graven daar echt grote ondergrondse tunnels. En in die tunnels is het nog enigszins vochtig, terwijl het boven de grond ja, heel heet is. Het voordeel hier van de gerbils is daardoor wel dat ze het lichaam aangepast hebben en dat zij heel weinig water nodig hebben. De urine is dus ook heel geconcentreerd, waardoor ze eigenlijk helemaal niet stinken. En ja, dat het echt hele schone dieren zijn. Net zoals de hamsters is het dieet van een Mongoolse gerbel ook wel grotendeels plantaardig. Toch lust hij af en toe wel wat dierlijke eiwitten. In de vorm van meelwormen of toch dat stukje ei of die eierschil. En nou ja, ook hier geldt een konijnenknaagmix of een knaagdierenkorrel volstaat. Het nadeel van een konijnenknaagmix kan natuurlijk zijn dat ze toch selectief gaan eten. Zeker wanneer je een groep gerbels bij elkaar hebt. En dan ja, is een knaagdierenkorrel natuurlijk wellicht handiger. Want daar zien alle korrels ja, qua samenstelling ook exact hetzelfde uit. Nou, de tamme rat. Voor veel mensen ja, ook een stukje ongedierte. Worden veel gehouden in Nederland, steeds meer. Zeker omdat het hele slimme dieren zijn. Die echt van alles kan leren en ja, heel erg tam kunnen worden. En hier geldt ook weer hetzelfde. Het is toch een omnivoor. Dus toch ook dierlijk eiwit eten ze graag. En wil je dat nou toch toegevoegd hebben in één product. Kan je natuurlijk kiezen om ja, toch bovenstaande te doen. Maar je kan toch ook kijken naar de omnivore pallet van Kasper Faunafood. Dat is een voeder gemaakt voor omnivoren en onder de zoo-lijn. En die bevat dus wel echt dierlijke eiwitten. En dan heb je dus echt een complete voeding. Nou, de cavia. Nou, wellicht een beetje vreemde etende bijt in het hele rijtje. Aanzienlijk groter. En heeft wel een volledig plantaardige voeding. Maar het grootste ja, verschil met eigenlijk alle andere knaagdieren is dat cavia's net zoals primaten en mensen zelf geen vitamine C aanmaken. Dit moet dus via de voeding gegeven worden. En hier zie je eigenlijk wat die vitamine C behoefte is. De basisbehoefte is 20 milligram per kilo lichaamsgewicht. Dat staat hier niet bij, maar het is dus op basis van een volwassen cavia heeft 20 milligram vitamine C nodig. Dat is voor de normale onderhoudsbehoefte van een volwassen dier. Nou, je ziet al duidelijk dat in de laatste weken van de dracht, tijdens de zoogperiode en jonge dieren, de vitamine C behoefte aanzienlijk toeneemt. En zeker tijdens de zoogperiode dat ze dat heel erg nodig hebben. Nou, als we dat vertalen, dat milligram, want dat is lastig rekenen natuurlijk, maar als we dat vertalen naar de caviakorrel van Kasper Faunafood, dan heeft een volwassen dier van de korrels 10 gram per dag nodig. En tijdens de zoogperiode 45 gram. Nou, dit moeten ze kunnen opnemen, zeker wanneer je niet al te veel andere snoepjes bijvoert. Hooi is natuurlijk wel belangrijk, net zoals voor alle andere knaagdieren, dat bijgevoerd moet worden. Maar 45 gram is prima op te nemen. Zeker tijdens een zoogperiode waarin ze uit zichzelf natuurlijk ook al gewoon meer eten. Omdat ze veel meer verbranding hebben. Een combinatie tussen caviakorrel en caviamuesli is ook heel goed mogelijk om in ieder geval aan de vitamine C behoefte te komen. En dan zie je hier ongeveer de gehaltes zoals wij ze zouden geven tijdens de desbetreffende periode. Dus in verhouding over het algemeen wat meer caviakorrel dan muesli. Zeker omdat in de caviakorrel meer vitamine C bevat dan in de muesli. Anders als je alleen de muesli zou voeren, dan wordt het tijdens de zoogperiode, moeten ze wel heel flink door gaan eten. En dan hebben we een stukje over knaagdierenvoeders, Gerard. Even weer van plek wisselen. Kasper Faunafood knaagdierenvoeders. Ook daar komen we met een nieuwe verpakking. Dus we hebben nu ook specifiek een verpakking alleen voor onze knaagdieren. Dus we hebben een splitsing gemaakt dus tussen konijnenvoeders en knaagdieren. Hierbij ook de opmerking. Deze verpakking zal eind kwartaal 4 dit jaar instromen. Dus ga nog niet naar uw dealer toe. We hebben ze nog niet. Dus het zit eraan te komen. We zijn er druk mee bezig. Dus het gaat allemaal goed komen. Nou, de cavia-muesli is een rijke mengeling van ontsloten granen. Dus je moet je voorstellen, die granen die zijn als het ware gekookt, verhit. Dus dat ze beter verteerbaar, beter toegankelijk zijn voor de verteringssappen voor de dieren. Zaden, groenten, weer luzerne stengels, met name de stengel. En een vitamine- en mineralenkorrel. Rijk aan goed verteerbare ontsloten granen en rijk aan gezonde vezels voor een goede spijsvertering. Met name ook die vezels zijn ook hier bij deze knaagdieren erg belangrijk. Het is verrijkt met groenten zoals stukjes wortels, erwtenvlokken en johannesbrood. Vitamine C is toegevoegd voor de ondersteuning van de weerstand en het immuunsysteem. U hoorde net ook van Thijs, vitamine C is met name ook voor cavia's zeer belangrijk. Dus, maar dat neem ik aan, de caviahouders zullen dat zelf ook ondervonden hebben en ook weten. Het bevat omega-3-vetzuren voor een gezonde huid en een glanzende vacht. Gaan we naar de volgende slide. Kasper Faunafood voeders en vitamine C. In de voeders van Kasper Faunafood wordt gebruik gemaakt van een gestabiliseerde vitamine C. Wat houdt dat in? De vitamine C is gekoppeld aan een fosformolecuul. Deze vorm is in principe bestand tegen afbraak door hitte, vocht en wrijving tijdens het productieproces. En ook tegen afbraak gedurende opslag en bewaring van de geperste korrels. Dit is natuurlijk zeer belangrijk. Kijk, als wij de vitamine C instoppen en we zouden dit niet doen, dan is vitamine C zeer vluchtig en is eigenlijk ook zo uit het voeder verdwenen. Dus dit is toch wel zeker, ook voor de voeders en voor de voeders, voor uw cavia's, erg belangrijk. In de dunne darm wordt door de verteringsenzymen de vitamine C losgekoppeld van de fosformoleculen en is dan vrij voor opname in het lichaam. Het nieuwe assortiment knaagdiervoeders gaat er als volgt uitzien, dus nogmaals eind dit jaar. Een caviakorrel, we hebben dan ook een caviamuesli, we hebben een chinchillakorrel in deze verpakking en we hebben een knaagdierenkorrel. Dus eigenlijk duidelijk onderscheid in. Nou komen we in principe eigenlijk bij het onderwerp vragen. En ik weet niet of Roland dit eerst zelf wil hosten of hoe we dat doen. Of dat er vragen zijn al die wat we moeten beantwoorden. Ik denk dat het goed is dat Thijs er even bij komt zitten. Ja, dat, mochten er vragen zijn, stel ze. Roland. Oké, ik ga even naar de chat toe. Ja. En daar gaat Kasper ervan uit dat de konijnen dagelijks geen groen krijgen. Nee, daar gaan we niet van uit. Want dat is echt afhankelijk van hoe men die konijnen houdt. Zijn het konijnen die wat puur hobbymatig worden gehouden? Kijk, je ziet ook konijnen bij mensen die wat netjes op een grasveldje lopen en niet in tentoonstellingsgericht zijn. Maar misschien kan Thijs daar meer over vertellen. Die heeft heel veel ervaring natuurlijk met ook showdieren. Dus Thijs, misschien dat jij er nog niet verder toe wil lichten? Dat kan natuurlijk allebei. Het een en ander bijt elkaar natuurlijk niet. Dus groenvoer bijvoeren kan in principe prima. Dat is geen probleem. Als het dier het maar gewend is. Ja, wat in een kleine aanvulling, wat erg belangrijk is natuurlijk, op het moment dat u het gaat doen, begin daar heel voorzichtig mee. Zorg dat u ook als u groenvoer bijvoert, dat het niet bedorven is, dat het schoon is. En langzaam opbouwen. En dan zou dat prima kunnen in het rantsoen. Even kijken, een volgende vraag. Wat is het verschil tussen de Kasper Faunafood Sport en de nieuwe Kasper Faunafood Fit? Heel kort door de bocht eigenlijk. Kasper Faunafood Sport Korrel, de naam zegt het ook alweer een klein beetje. Die is echt in principe in de markt gezet in het verleden voor de hele fanatieke sportfokkers die wat met hun dieren echt richting tentoonstelling denken. Ze zouden ook die Vitafol kunnen gebruiken, maar de Kasper Faunafood Sportkorrel die heeft een hogere energiewaarde. Dat is eigenlijk in grote lijnen het verschil. Ik zie dat Jessica een handje omhoog heeft, dus die heeft waarschijnlijk een vraag. Ja, dankjewel. Ik vroeg me eigenlijk even af. Jullie zitten vrij hoog in het calcium, zeg maar. En daarom was ik eigenlijk een beetje in de veronderstelling van, misschien denk je van, nou, dit is hoeveelheid calcium. En als je dat dan niet combineert met groenvoer, dan zit je wel goed. Hè? Want jullie zitten echt wel tegen het maximum aan van wat een konijn mag hebben. Ja, u geeft daar eigenlijk een klein beetje zelf het antwoord ook in. Dat met name in de Kasper Faunafood Sport dat de calciumgehalte vrij hoog is. Maar je ziet ook in de groep fokkers die wat echt inzetten voor hun sportdieren, dat die ook vaak weinig of minimaal groenvoer bijgeven. Dus dat is wel een beetje de achterliggende gedachte. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Chris had ook nog een vraag. Ja, ik had eigenlijk de volgende vraag. Chris Ruiters, fok al 40 jaar konijnen, Nederlands hangerdwergen. Ik voer heel weinig groenvoer, incidenteel. Wat ik wel bijvoert, naast konijnensport, en ik hanteer een minimum ongeveer van, een maximum ongeveer van 60 gram per dag per konijn, dat ik er paardenmuesli in meng. Of soms, jullie hadden vroeger zelf ook een muesli en die mengde ik. Maar ik ben ook heel erg tevreden over konijnenmuesli. Over paardenmuesli. Wat is jullie standpunt hierin? En met name voor de olie, ja, ik heb hele goede ervaring met de pelzen. Dat klopt. In het verleden, het klinkt misschien raar, werd dat door ons ook geadviseerd. Omdat wij toen niet een specifieke konijnenmuesli hadden. Maar doordat eigenlijk dit toch met regelmaat voorkwam, hebben wij daar toch wat meer onderzoek naar gedaan. En hebben wij dus een konijnenmuesli op de markt gebracht. Die was wat specifieker, ook met name wat betreft de vitaminering en de mineralen, wat meer op het konijn afgestemd is. Dat wil niet zeggen dat een paardenmuesli niet zou kunnen. Er zijn mensen die wat daar best goede resultaten mee halen. Maar je moet het zo zien, die konijnenmuesli is wat beter afgestemd op het konijn. Dat is eigenlijk waarom wij die konijnenmuesli in de markt hebben gebracht. Ja, ik hanteer eigenlijk de volgende menghoeveelheid. Dikwijls op 4 zakken Kasper Faunafood deed ik altijd 1 zak paardenmuesli. Dus ongeveer 25%. Ja, dat kan. Dat kan, is ook afhankelijk. Maar jullie hebben toen jullie eigen muesli was niet in de grote verpakkingen verkrijgbaar een aantal jaren geleden. Ik weet niet of dat nu, hoe dat nu is. We hebben een konijnenmuesli, als ik goed zeg, in 15 kilo. Dus niet 20, dat scheelt dan 5 kilo. Maar goed, we hebben een 4 en een 15 kilo. En ja, de gemiddelde doorsnee konijnenhouder sportfokker zal de 15 kilo pakken. Maar er is ook een hele grote groep, noem het dan maar, liefhebbers. Ja, die zeggen, 15 kilo is me al veel te veel. Ik ga liever 1 keer in de 3 weken en dan haal ik een 4 kilo. Ja. Maar de mengverhouding die ik hanteer is wel goed. Dat is dat wij dus ook bewust zijn. Ja, maar dat is in principe een kwestie van even omrekenen. Die mengverhouding, die zou gelijk houden dan, ja. Ja. Oké, bedankt. Graag gedaan. Irene? Irene had ook nog een vraag? Nee, dat is iemand die zit hier en dat is per ongeluk verkeerd gegaan. Maar dat geeft niet. Hoe meer vragen, hoe liever dat we het hebben. We zullen misschien ook niet overal direct een antwoord op kunnen geven. Maar zijn er nog vragen? Graag. Ik zie Jessica nog een handje omhoog. Heb je een nieuwe vraag, Jessica? Of heb je toevallig nog een handje omhoog staan? Nee, oké. Greet. Sorry. Ik heb eigenlijk een beetje ongeveer dezelfde vraag als Chris. Ik doe dus ook paardenmusli door de Kasper Sport. En sterker nog, ik doe zelfs musli van Garvo door de Kasper Sport. Omdat ik de musli van Kasper, was ik zelf niet zo tevreden over. Nou heb ik onlangs, heeft mijn schoondochter toevallig een zak van dat knaagdierenmix van Kasper gekocht voor haar konijnen. En daar zag ik tot mijn verbazing hele maïskorrels in zitten. Die die konijnen dus niet eten, maar wat ook niet zo goed is voor hun tanden. Ik weet niet precies meer hoe de musli van Kasper er nu uitziet. Maar ik vond in het verleden dat er erg veel zonnebloempitten en dergelijke in zaten. Wat ik er zelf eigenlijk niet in wil hebben. En het liefst heb ik dus de harde granen als vlokken, zeg maar. Ik weet niet dus of dat nu veranderd is in de musli van Kasper. Ja, ik weet niet hoe lang dat het geleden is dat u Kasper Faunafood konijnenmusli hebt gehad. Maar het zal kunnen zijn. Een tijdje geleden, maar... Ja. Nou, wij hebben inderdaad gaande, zeg maar, we hebben hem geïntroduceerd, als het goed zeg, 3 jaar geleden op de Noordshow. En daarna hebben wij toch, doordat we er nogal wat input vanuit de markt kregen, hebben wij hem wel aangepast. Dus ik zou gewoon toch nog even weer, ja, u kunt een 4 kilo proberen eerst bij uw dealer. En dan eens even gaan kijken hoe u hem nu vindt. Want ik denk dat hij er duidelijk anders uitziet als zoals u in de eerste instantie hem geprobeerd hebt. Oké. Ja? Dan ga ik ernaar kijken. Prima. Zijn er nog andere vragen? Ik zie in de chat nog weer een vraag voorbij komen. Kunnen konijnen leven op enkel gras bij een huisvesting op rijke gevarieerde weiden? Het zou kunnen. Maar dat is afhankelijk van, ja, inderdaad, staat er alles in die weide. Het is niet alleen het gras, hè, want een konijn in het wild, die knabbelt ook aan de bast van een boom. En ook aan een struik. En dus... Het zou kunnen, maar dan moet dat wel echt een hele gevarieerde weide zijn. Ik zou het niet aanraden, laat ik zo stellen. De huidige gevarieerde weides die wij kennen in Nederland, is dat erg moeilijk. Je ziet wel mensen die wat ze zo op die manier houden. Maar daarnaast dan toch nog een konijnenkorrel of een konijnenmusli verstrekken. Ik hoop dat zo de vraag beantwoord is. En anders zien we wel een vervolgvraag. Dat ga ik vanuit. Greet, nog weer een vraag. Ja, dat was ik weer. Ik hoorde, dacht ik, Jessica straks iets noemen over dat hoge calciumgehalte. En dat u zei van, ja, sportfokkers voeren eigenlijk niet zo heel veel gras. Nou ben ik ook een sportfokker en ik voer Kasper Sport. Maar ik voer dus nu, we hebben dus nu best wel een grote grasgroei in ons weiland. En ik maai elke dag met de zeis toch best wel een flinke hoeveelheid gras. En dat krijgen ze dus naast hun brok. Zit ik dan over mijn calcium heen? Nee, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Voordat het, zeg maar, toxisch zou kunnen zijn, dan moet u wel zo erg overdoseren. En dat gras wat u maait, ik weet niet of dat van bemest land is. Of nee, dat van kleigrond komt. Dat is een redelijk arm weiland. Nou, en dan hoeft u daar echt langstengelig. Ja, dan hoeft u daar echt geen zorgen over te maken. Echt niet. En waarom, dus die combinatie kan dan niet. Is het calciumgehalte aan de hoge kant bij Kasper? Wat is een hoge kant? Kijk, je kunt natuurlijk altijd discussie over het getalletje hebben, om het zomaar even kort door de bocht te zeggen. Kijk, wij hebben vanuit het verleden natuurlijk nogal wat ervaring opgedaan vanuit de sportfokkerij, vanuit de dierentuinen. En we zijn op een gegeven moment samen met die biologen toch gekomen tot dit calciumgehalte. En met name ook met die dieren wat hoofdzakelijk, zeg maar, korrel krijgen. En ja, goed, dan kun je discussiëren over, ja, het is wat overgedoseerd. We zitten op de norm. Ik denk dat, ja, nee, het is eigenlijk niet extreem. Absoluut niet. En het kan in principe ook geen kwaad. Kijk, want net wat ik ook net zei toen in combinatie met gras bijvoeren. Voordat het kwaad kan en, zeg maar, toxisch zou worden. Nou, dan moet u het veelvoud van de calcium geven. Oké. Ja? Jessica. Ja, ik kom toch ook heel even terug weer op dat calcium, want ik ben dan heel erg benieuwd. Hè? Want je hebt nu veel over blaasgruis en blaasproblemen. En er wordt toch altijd een relatie gelegd met de hoeveelheid calcium. Maar ik kan me ook voorstellen, is dan zeg maar het recept voor Kasper specifiek geschreven ook voor fokkers? Omdat die bijvoorbeeld hun konijnen niet castreren? Zit daar een relatie? De oorsprong van echt het Kasper sport is inderdaad eigenlijk ooit echt ontstaan voor de sportfokkerij. Kijk, we hebben daarnaast in het verleden dan ook een wat arme producten op de markt gezet, om het zo maar te noemen. Dat is de konijnenkorrel hobby. Die ligt duidelijk lager in zijn gehaltes. Dus u hebt gelijk, het is in principe eigenlijk op die markt gezet. Voor eigenlijk de sportfokker. Oké, dankjewel. Ja. Graag gedaan. Chris. Ja, ik heb nog de volgende vraag. Als tentoonstellingsfokker voer je niet constant dezelfde menghoeveelheden. Wat ik nog wel eens afwisselt in het tentoonstellingsseizoen is bijvoorbeeld extra zonneolie toevoegen aan het voer. Waarbij je heel goed in de gaten moet houden, ontlasting van de dieren. Dat het niet te dun is. Je balanceert op een smal padje, maar dat vind ik ook wel belangrijk, dat je dus niet heel het jaar constant aan het voeren bent, maar dat je ook afwisseling erin brengt. In de zomerperiode de rammen wat schraler naar de winter, naar die topconditie brengen. En er zijn diverse middelen ook voor. Klopt. Kijk, de naam sportfokker zegt het al. Je werkt ook ergens naartoe met je jonge dieren, of eventueel met je oudere dieren wat je inzendt. Extra vet bijvoeren in de vorm van olie kan een reden hebben. U zult het misschien doen voor de pels. Voor de pels doe ik dat. Maar het is wel een heel... Je balanceert wel op een randje. Want als je te veel gaat geven, dan wordt de ontlasting dun. Geef je te weinig, dan heb je weinig resultaat. Maar het is wel heel goed voor de pelzen. Ja, maar zoals wij dat dan noemen, dat is het oog van de meester, zeg maar, die wat voert. En zijn dieren goed in de gaten houdt. Niet alleen wat betreft conditie, maar ook, en dat klinkt soms, ja, sommige mensen vinden het een beetje vies klinken, maar heel goed de ontlasting, de mest in de gaten houden. Want dat geeft ontzettend veel informatie. Ja. Dus het kan, maar ik kom ook tegen dat mensen, P40 is een product van ons wat in principe voor de duivenwereld op de markt is gezet. Er zijn mensen die wat P40 op een gegeven moment bijvoeren in een bepaalde hoeveelheid. En die hebben daar goede resultaten mee. Ja, wie zijn wij om te zeggen, dat mag niet, dat kan niet. Je kunt de vraag stellen van, is het nodig? Maar hetzelfde is met de brokjes paarden, hoe noem je die? Lijnzaad. Lijnzaad, ja, maar dat is ook een product waar je toch erg voorzichtig mee moet zijn. Heel voorzichtig mee moet zijn, maar het werkt wel heel fantastisch. Ja, het werkt. En doordat je die per korrel kan kopen, kan je dat er heel goed in mengen. 1-2 korreltjes op een dag kan praktisch geen kwaad. Ja, nou kan ik u daar wel inderdaad mee helpen. Wij kunnen het wel aanbieden in korrel, maar dat is specifiek voor paarden. Ja. En dat heet Linamix. Dat is ontsloten lijnzaad, dus dat hebben wij al bewerkt. Dat is, zeg maar, is in principe gekookt en dan geëxtrudeerd. Dat is in een kleine geëxtrudeerde korrel. Dat zou kunnen. Ja. En die geeft het individueel? Dat is dan weer inderdaad, net wat ik net zei, het oog van de meester. Dat is iets, als je afwijkt van je normale rantsoen, wel goed weten wat je doet. Oppassen dat je bepaalde verhouding in vitamine en mineralen niet scheef gaat trekken. Of wanneer je dus een vervangend product inzet waar je niet van weet wat erin zit, dan ga je toch een onzekere factor inbouwen. En dat is altijd wel oppassen. Maar dat is, ja, net wat ik aanhaal, het ooghoek van de meester. En ik vind dat ook altijd, en ook zeker na die 34 jaar ervaring bij Kasper op de diverse tentoonstellingen, elk jaar krijgen wij toch weer mensen aan onze stand. En of het nou is met konijnen, met knaagdieren, met hoenders. Iedere keer horen wij toch weer nieuwe experimenten waar bepaalde mensen succes met hebben. En dat filteren we, daar kijken we naar. En we kijken naar of we daar wat mee kunnen. En niet alle ideeën wat daar aangedragen worden zijn uitvoerbaar natuurlijk voor ons. Kijk, want als je een bepaald product zou maken, moet het ook een omloopsnelheid hebben. Dus ja, het kan. Je kunt diverse enkelvoudige producten bijvoeren, maar let wel op dat het geen overhand gaat krijgen, want dan gaat het fout. Nee, dat klopt, maar waarom ik het eigenlijk ook doe, je kan ook groen bijvoeren, maar het is heel moeilijk constante kwaliteit te hebben en dan loop je een groter risico mee als dat je bijvoorbeeld een lijnzaadkorrel bijloopt die gewoon een constante kwaliteit heeft en die kan... Ja, wij zeggen dan eigenlijk aan de andere kant, meten is weten. Want wij doen dat ook een heel andere tak van sport in de paardenwereld. Er zijn mensen die wel daar ook dieren hebben wat zeer kostbaar zijn. Die willen op een gegeven moment, die krijgen een partij ruwvoer binnen. Dat wordt onderzocht. Dat kan natuurlijk wanneer je dat in grote partijen binnenkrijgt en daar een onderzoek op loslaat. Kijk, dat is natuurlijk voor een konijnenhouder even wat moeilijker. Maar kijk, op het moment dat je weet wat in een artikel of in een product in zit, ja, dan weet je wat je voert en dan kun je sturen. En de ander is een beetje blind varen eigenlijk. Ja. Op gevoel. Ja? Ja, bedankt. Graag gedaan. Aanvullend daarop misschien een vraag vanuit de chat. Hoe is bepaald wat de juiste analytische samenstelling is van de konijnenvoeding? Dat vind ik een heel erg goede vraag. Er is natuurlijk in de commerciële konijnenhouderij best veel onderzoek gedaan. Maar dan praten we over een heel ander dier wat op een hele andere manier wordt gehouden. Maar daar zijn natuurlijk wel een aantal vaste gegevens uit te analyseren wat minimaal een konijn aan bepaalde voedingsstoffen nodig heeft. Dus en wat is exact het juiste? Wie dat kan zeggen en wie dat kan maken en wie die print aan ons kan geven, ja, die is koopman, zeg maar, om het zo maar te noemen. Maar kijk, ik durf gerust te stellen dat wij met de jarenlange ervaring die Kasper Faunafood heeft op het gebied van konijnenvoeders, en wat we dan inventariseren, wat we van fokkers horen, wat we aan informatie bijvoorbeeld van een Thijs wat naast me zit krijgen, wat we van diverse AOC's krijgen, waar we testen doen. Ja, daar ga je op een gegeven moment mee werken en dan kom je tot een bepaalde samenstelling. Het is ook maar net, wat is, je hebt de behoefte van het dier, maar wat verlangt men van het dier? Kijk, hou ik konijnen voor de liefhebberij, ik heb 2 konijntjes en die heb ik achter het huis en die laat ik netjes in een rennetje. Die voer je heel anders als sportfokker die wat zegt, ik wil op de Noordshow, wil ik dat gouden tientje winnen. Dus... het is ook maar net hoe hoog leg je de lat wat je wilt met je dieren. En natuurlijk is het niet alleen voeding. Het is ook een stukje genetisch bepaald. Dat zijn ook de lijnen waar men dan mee fokt. Want dat hoef ik jullie als... want ik heb dit bij een sportfokker wegkomt, die vraag. Dat is voor jullie ook heel duidelijk. Maar ja, wie bepaalt wat perfect en juist is? Er zijn normen, laat ik zo stellen. Er zijn CVB-normen. En die probeer je mee te nemen in je voeder om het samen te stellen. Maar die vraag die komt van mij, maar Ilse, maar is het dan zo dat de norm dan eigenlijk gewoon een minimale behoefte is en dat we daaraan kunnen bijvoeden? Ik ben zelf geen sportfokker, ik fok wel af en toe konijnen. Wat mij bijvoorbeeld heel erg opvalt is, mijn dieren groeien langzamer. Omdat ze niet voor een show klaar hoeft te zijn. Ja. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat ik de dieren anders voed. Maar uiteindelijk heb ik veel gespierdere dieren dan een sportfokker. Ja, maar dat heeft ook maar te maken met inderdaad de manier van opfokken. Ook ras. Ik weet niet welk ras u hebt. En dat gaat, hoe moet ik dat onder woorden? Je doet het eigenlijk in een wat langere periode. Het klinkt misschien raar, maar als die dieren meer beweging krijgen, want beweging geeft ook spiervorming. Ja. Dus er zijn diverse factoren die wat daar invloed op hebben. Maar dan de voeding, hè, want dat is eigenlijk ook een beetje waar ik naar op zoek ben. Zeker als je kijkt, hè, ik heb natuurlijk al vaker ook discussies met mensen over wat is goede voeding. Ja. Maar goed, dat heb je zelf ook al aangegeven. Gevarieerde voeding is eigenlijk de beste voeding. Maar waar ik gewoon eigenlijk naar op zoek ben is, wat ik gewoon heel vaak zie is dat de opfokkorrel die zorgt eigenlijk dat een konijn sneller groeit dan misschien goed voor hem is. Dat kan. Maar dat is niet dat de opfokkorrel daarvoor zorgt. Dat is dan, noem het dan maar de meester die wat aan de andere kant zit en de conditie heel goed in de gaten houdt. En op het moment bij gaat sturen, minder korrels geeft of al gaat mengen naar een ander voeder toe. Kijk, daar kunnen we niet een schabloon van maken. Zeggen, als u zoveel geeft, dan zit u op de ideale lijn. Dat is eigenlijk het oog van de meester aan de andere kant. Ja. Dus kijk, Q100, zoals ik dat in kort even samenvatte toen met onze voeders. Ja, dat is een voeder wat door verschillende sportfokkers ingezet wordt. Maar wat je wel heel kundig mee moet om kunnen gaan. Want anders gaan ze inderdaad te snel met de nodige gevolgen. Dus ja, dat is iets dat... Ja, dat is weer eigenlijk het verhaal weer het oog van de meester. Ja. Maar het is wel zo dat onze voeders zo samengesteld zijn dat ze naast voldoende goede kwaliteit ruwvoeder, hooi en goed vers drinkwater, dat je dan in principe de voedingsbehoefte afdekt. Dus ze bouwen geen tekorten op dan. Nee, precies. Ja. Ik hoop dat ik daar uw vraag volledig mee beantwoord heb. Hij is wel beantwoord, maar goed, het zit meer in mij dat ik niet tevreden ben met het antwoord. Maar dan moet je me maar niet kwalijk nemen. Dat geeft niet. Maar u mag ook, kijk, als het niet voldoende is, kijk, we hebben ze natuurlijk aan tijd gebonden en we gaan richting 9 uur. Ja. Als u zegt, ik heb nog wat specifieke vragen, mail ze ons. Ja. En dan zeg ik, daar wil ik wat meer van weten. Dan gaan we dat gewoon intern bekijken en dan krijgt u daar keurig van ons een antwoord op terug. Nou, super. Oké, ik zie Greet nog een vraag hebben. Ja, ik heb mijn handje opgestoken vanwege Angeline. Die heeft op een gegeven moment ook nog even gezegd... in de konijnen-knaagmix die we van jullie als verrassing hebben ontvangen... daar zit nog steeds veel graan, zonnebloempitten en maïs in zijn geheel in. Daar hadden we het straks over waarom niet beter de vlokken... dat als vlok vormen geven, maar in die konijnen-knaagmix die we dus als proefpakketje gekregen hebben, daar zit inderdaad nog steeds die hele maïskorrels in. Ja, dat heb ik zelf ook geconstateerd. Ik heb het proefpakketje doorgenomen en dat vond ik ook best wel opvallend. Oké. En dat in principe is jullie... noem maar wat je ermee aan wilt geven van wij vinden dat er te veel in zit en dat zou dan niet voldoende verteren. Ja. En het is te hard. Nou, te hard. Ook te hard. Kijk, op het moment dat een konijn gemengd voeder krijgt, dan kom je natuurlijk ook bij dat een konijn gaat selecteren. Ja, want de maïskorrels laten ze namelijk liggen. Ja, maar dat zullen ze dan minst smakelijker vinden. En we zijn allemaal goede baasjes voor onze dieren. Ja, maar de maïsvlakken eten ze wel. En de maïskorrels eten ze niet. Dus dan is het dan toch, denk ik, te hard. Nou, ik denk dat het gewoon voorkeur is, hoor. Echt. Ja, en soms ook wel... We zouden mee kunnen nemen. We zullen het inderdaad intern met nutrities bespreken. Misschien is het inderdaad beter om over te gaan naar een vlok. Maar dat is een kwestie van... intern bij ons bij nutritie oppakken en kijken of het haalbaar is. Dus we nemen hem in ieder geval mee. Ik zie in de chat dat Ilse hetzelfde zegt over dat het te hard is. Ja. En Angeline die heeft nog de vraag, is Kasper voeding dan ook geschikt voor die 2 konijntjes thuis? Jazeker. Maar daar kun je dan zou ik dus voor die 2 konijntjes thuis, afhankelijk van het ras, daar zou ik niet de sport voor gebruiken. Dan zou ik, als ik korrel wilde voeren, zou ik daar de hobby konijnenkorrel voor pakken. Maar dan kun je ook heel prima het gewone gemeen konijnenvoer standaard of het gemeen konijnenvoer met rode wortel en groente voor inzetten. Alleen dan wel heel goed ook, en dat gaat nog wel eens mis met zeg maar die 2 konijntjes die wat thuis in een hokje zitten en waar de kinderen gek mee zijn, dat ze te hard gevoerd worden en dat ze vervetten. En dat is natuurlijk voor het dier ook niet goed. Dus dat is wel ook weer een punt om goed in oogschouw te nemen, om toch te letten op de conditie van het konijn. Maar daarom is ook dat wij dus ook meerdere soorten hebben. Ja. Ik wil nog even, kijk even naar Thijs, en dan denk ik dat we ook zo af moeten ronden. Wat vind jij van die hele maïskorrels? Ja, het eten inderdaad wel selectief. Maar mijn ervaring is wel dat dieren bij ons het wel opnemen wat ze krijgen in ieder geval. Maar ze zijn erg hard, dat klopt natuurlijk. Maar dat is ook denk ik net aan wat het dier gewend is. Ja. Nou ja dus ik heb hier iemand naast me die veel dieren heeft. Dus kijk, zo zie je dus, zijn er die meningen toch verschillend door. Maar we gaan het zeker meenemen en we gaan kijken wat we daar in de toekomst mee gaan doen. Ja. Oké. Roland? Dankjewel. Gerard, dankjewel Thijs voor dit verhaal en voor de mogelijkheid om de vragen te beantwoorden. En iedereen bedankt voor aanwezigheid en het stellen van de vragen. Want juist onze ervaringen met elkaar, denk ik dat het goed is voor een diervoederfabrikant zoals Kasper of Arie Blok om onze verhalen te horen. En voor ons dat het goed is om het verhaal aan de andere kant te horen waarom soms bepaalde keuzes gemaakt worden. Dus iedereen daarin bedankt. En dan wens ik iedereen nog een hele fijne avond. En wellicht tot na de zomervakantie. In ieder geval van deze kant ook bedankt voor de belangstelling. En er waren toch veel deelnemers. Dus geniet nog van een mooie zomeravond en inderdaad tot in het najaar. Tot ziens.